houden van een underdog. Iemand die tegen alle krachten in stand houdt, opkrabbelt en overleeft. En dat, dames en heren, is... de Grutto! Kijk! Het gaat over 5 spelers die zelf hebben nagedacht over wat ze hebben met het uitsterven van de Grutto. Of überhaupt het uitsterven van soorten. En over of je moet leven of moet overleven. Wat is er in godsnaam bad? Mij het Friesland van mijn jeugd? Wij winnen bloemen, wij winnen vogels. En waar ben de meesken niet het nou wat schelen ken? Ik vind het erg dat de Grutto uitsterft. Hoe de Grutto staat ook voor mijn jeugd. Toen mijn vader nog boer was, en we samen door het weiland liepen, de Gruttelsbomen zagen vliegen en hoorden kwetteren. De Grutto is een beetje de soundtrack van mijn jeugd. Met zijn boekje zoes kreun, dat haaksjoen. Wat ga je doen? Dus ik ging fort. Mij, mij, mij. Daarheen. Naar Afrika. Ja, dat is... Ori, begin ik werpen ei. Vooral heel blij met dat er veel te lachen is, dat het dingen in de absurditeit zijn. Ze vinden het mooi in het landschap. We hebben echt onherbergzame duinen, hè, de Arjensdunen. Ja, ik vond het geweldig. Eén groot deels spektakel, maar deels ook heel gevoelig af en toe. Dat gebeurt natuurlijk in het echt ook. Hè. Die boeren die te snel gaan maaien, waardoor al die jonkies verdwijnen, die nesten kapot gaan. Ja, dat kwam heel duidelijk in het stuk tot zijn recht. Dus ik hoop dat iedereen daar wat van meegepikt heeft.